met de emo-trip. Stefan en Ruud, kom maar naar voren. En voor deze volgende scène zoek ik een locatie. Bobbejaanland, asielzoekerscentrum. Op zee. Jullie zijn op zee. En ik zoek ook nog, en dan schrijf ik even mee, emoties. Boos. Jaloers. Onverschillig. Opgewonden. En zenuwachtig. Ja. En ik hoor er nog één. Wow. Oké. Ik heb hem. Wat zullen het worden? Op zee. Ik moet wel zeggen, Marco, dat vluchtelingen gaan halen niet per se het beste idee was. Maar ik vind vooral, als ik het opnieuw had kunnen plannen, ja, had ik niet 2 tonnen gekozen. Nee! Dat is denk ik wel de grootste fout ja, die we hebben gemaakt. Uitzinnig. Maar het is ook een avontuur. Ik vind het ook heel bijzonder dat ik juist met jou, Marco, in zo'n ton de zee op mag. Ik weet nog, ik zag die haven en het eerste wat iedereen denkt in een haven is: ik zal toch niet een boot op gaan? Ja. En dat was dus niet zo. Nee. En toen zei je ook nog: oh, ik heb tonnen. Toen dacht ik: nou. Ja, je verwacht het niet. Je verrast me iedere keer. Ja. Zo leuk, altijd met Marco weer hier. Ja. En daarom zijn wij boos. Minder goede vrienden dan eerst. Omdat jij dan, oh, ik had een boot verwacht. Nou, ik doe tonnen, is het weer niet goed. Ja. Nou goed, ik laat maar 1 ding aan jou over. In principe had ik het best wel gedekt. Ik bedoel, ik heb onze koffers ingecheckt. Die heb ik nog niet lang zien drijven. Psychedelisch. Maar ofwel. Want ik heb wel een soort vliegende nijlpaarden gezien. Kan ook de kou zijn. Wow. Is het zout? Zout. Alsof ik kaviaar eet. Jaloers. Oh, zit jij weer kaviaar te eten? Wat dan? Hoezo? Heb jij kaviaar? Ik heb een wat ruimere ton. We hebben al 2 dagen niets gegeten en jij voert mij. Nee, jij deelt niks. Je hoeft me niet te voeren, want. Nou, dat is een beetje gek. Laten we vragen. We hebben niet voor niks 2 gescheiden tonnen. Nou goed, ik ben van een andere komaf, dat weet je. Jij wil graag met mij op pad. Soms heb ik dan kaviaar en jij niet. Oké, nou. Lekker dan. Ja, nou ja, ik kan dat beamen. Heerlijk zelfs. Opperste kwaliteit, denk ik. Opgewonden. Wil je het op deze manier gaan doen? Want als je op deze manier wil gaan doen... Wat? Wil gaan doen? Wat bedoel je precies met doen? Ja, dan is denk ik de ton zo meteen te klein. Dus wat ik bedoel. Ik moet wel zeggen zo... Nu jij toch al ook een, zo te zien, een baard hebt van een goede 7 maanden, denk ik, dat je daarover doet. Ja, dan word je zo'n lekker ruwe man. Daar hou ik wel van. Onverschillig. Oh, ja, ja. Als je geen baard had gehad, vind ik het ook prima. Ja, nou ja. Sowieso. Als het een meer was geweest, vond ik het ook leuk. Ja. Nou ja, appearance, mode, fashion. Wat voor kleur, Tom? Zenuwachtig. Volgens mij zie ik daar een vluchteling drijven. Nee, joh. Die wil straks onze ton in. Oh, nee. Nee, het is mijn ton. Het is mijn ton. Nee. Ik heb toch gezegd, de grenzen van mijn ton zijn dicht. Dat is... Nou, ik doe de tekst erop. Hi. Nee, dit is geen kaviaar. Het is voornamelijk minder kaviaar. Ja. Verliefd. Het is wel een hele leuke vluchteling, vind ik. Oh, hij zou zo goed op een foto kunnen. Die vluchtelingen zijn zo fotogeniek. Vooral als ze jong zijn. Jezus.
Dit is denk ik de laatste aflevering.